Ik ben vandaag met Stijn. En we hebben een mukbang met allemaal vragen. Want we hebben op Insta hebben jullie wat vragen gesteld. En ik heb hier nog nooit besteld. Maar we hadden geen zin in McDonald's, KFC of dat soort gezei. Dus we hebben... Ik had een aardbeisapje, maar het leek een beetje op penen eigenlijk. Wortel? Penen? Penen. Ik heb, is dit? Ja, dat weet ik dus niet. Er stond mango, maar... En we hebben een broodje carpaccio. En nog een red velvet brownie cake om te delen. Als lunch. Oeh. Ja, ik weet wel wat we schattig gedaan hebben allemaal, maar... Lekker? Het is geen aardbei, maar het is wel lekker. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Ik weet niet wat dit is, maar het is geen aardbei. Maar het is wel lekker. Ja, ik weet ook niet zo. Maar ik vraag me ook af wat dit is. Ja. Oké. Iets van aardbei. Ik wil eigenlijk dit als eerste proeven. Ja? Jij niet? Oké, dan niet wel. Maar er zit wel zo'n hele dikke, kan je het zien? Dikke laag. Oh ja, dan zal ik het even goed laten zien. Nou, ik kan het voor geen meter zien. Dit is de vork. Daar gaan we mee, daar gaan we mee eten. Dit is een nacho en die ga ik mee. Maar dit is maisbrood of zo. Ja, volgens mij wel zo. Hoe noem je dat toch? Ik weet het niet. Red velvet is eigenlijk chocola, hè? Volgens mij. Echt? Ja. Mmm. Ik vind het wel lekker. Maar wat is dat? Roomboter of zo? Ja. Toch? Dat denk ik. Boter. Er is toch geen boter? Niet? Wat dan? Ook geen marsepein. Ja, misschien botercreme of zo. Ja, dat bedoel ik. Ja, het is toch niet zo... Nee, het is geen klont boter. Klont chroma boter erop. Maar dit is denk ik pesto. Ik denk niet dat het guacamole is. Ja, dit is pesto. Ik ben benieuwd naar de vraag. Is het pesto? Ja, maar ik vind het eng. Oké, ik zal niet heel heftig doen. Oké, nee, mag wel. Ja? Wie hebben jou allemaal naakt gezien? Maar helemaal. Gewoon poedel naakt? Ja, poedel. Mijn vader, mijn moeder. Mijn broertje. Mijn zus. Opa's en oma's. Ja. Ik denk bij mij ook nog wel mijn oom en tante als ik daar vroeger bleef slapen of zo. En dan bij mij nog Milan erbij. Ja. En dan qua vriendinnen denk ik dat ze nooit helemaal naakt hebben gezien. Dat ik altijd wel iets aan had. Oh nee. Ik ben met Marleen naar de sauna geweest. Ja, durf je dat? Ja, maar het was in Duitsland. Ik durf echt niet naar de sauna. Waarom niet? Nou, gewoon ik ben echt niet... Ik ben echt heel ongemakkelijk als ik helemaal naakt ben. Ik zou dat echt niet kunnen. Ik eigenlijk ook. Ik zit altijd zo. Ja, ik ook. Maar ik hou ook helemaal niet van samen douchen en zo. Dat vind ik op zich dan minder erg. Ja, maar die straal moet ik wel lekker zo. Ja, dat, ik vind het kut om die straal te delen. Uh-huh. Ja, dat de helft... Dan sta je zo met alleen je schouder erin. Ja, maar ja, sommige douchen hebben twee van die stralen. Dat is gewoon perfect. Oh. Dat is gewoon perfect. Ja, ja. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik vind ook... mooier gewoon met lingerie aan dan helemaal naakt. Ik vind helemaal naakt. Ook bij jongens, dan vind ik gewoon... Doe ik gewoon denk aan zo'n ratje. Er zijn ook van die quotes van... Ja, als haar BH matcht met haar string, dan was het niet jij die seks wou. Zeg maar dus, ja. Nou, dan wist ze al dat jullie seks hebben, maar ik heb dat iedere dag. Ik ook, ik heb dat nu ook. Ja, terwijl... Het klopt dan, gewoon dan in mijn hoofd. Ja, en dat is helemaal niet zo. Die quote klopt gewoon niet. Maar kijk, tuurlijk is het echt wel een dag dat het net niet... Dat ik een BH wel wil en de onderbroek niet. Dan ga ik niet wachten tot die onderbroek weer schoon is. Dan doe ik gewoon anders aan, maar... 9 van de 10 keer klopt het wel bij elkaar. Ik vind dat wel mooi. Ik ook, maar daarom die quote klopt helemaal niet. Nee, sowieso niet. Maar ook dat mensen zeggen van ja, als je alles hebt geschoren, dan was je er al op voorbereid. Nee. Dat het ging gebeuren. Nee, tuurlijk niet. Denk je dat als het nooit gebeurt, dat je dan echt met zo'n moesboes loopt? Kom. Ja, echt wel. Nee, ik heb dat nooit. Ik kan me niet eens meer herinneren. Nee. Ik doe het gewoon, het is gewoon standaard. Het is gewoon voor jezelf. Ja. Dat het gewoon chill is. Maar ook mijn benen, gewoon in mijn bed hoor. Ja. Ik vind dat lekker als je je benen net hebt geschoren en dan een joggingbroek aantrekt. Ja, en dan lekker een schoon bed. Oh ja. Dat vind ik echt lekker. Heb je wel eens een soa gehad? Nee. Ik ook niet. Daar ben ik echt blij mee. Ik ook. Ze zeggen bij iedere soa die je hebt, word je 10% minder vruchtbaar. Dat is echt zo. Wow. Dat vind ik dus weer zo heftig. Maar sommige mensen hebben echt 5 keer een soa gehad. Ja, ik ken wel mensen die een paar keer een soa hebben gehad. Dan word je dus per soa 10% minder vruchtbaar, ongeveer. Nou, dus 10 soa's en het is klaar. Ja. Het broodje is wel koud. Ja. Alsof het net uit de vriezer komt of zo. Dat is denk ik ook zo. Maar hoe kan je dit niet kennen? Ik heb hier nog nooit besteld.
Hoe kennen jullie elkaar? Maar ik zou dat oprecht via YouTube, maar ik zou echt niet meer weten hoe dat is gegaan. Ik weet echt niet meer van wat was ons eerste gesprek of waarop of wie begon of zo. Dat weet ik echt niet meer. Ik weet het wel. Ja? Het is denk ik 2 jaar geleden of zo? Anderhalf jaar? Ja, wel 2. Ja, precies 2. Want januari, 2 jaar geleden, ging ik mijn eerste weekvlog maken. Echt? Toen had ik iets van 4 opgezet of zo en toen zag ik dat jij mij ging volgen. En toen ging ik op jouw account kijken of zo. En toen dacht ik, wow, hè? Wij hebben echt hetzelfde leven of zo. Dat dacht ik van, wij hebben echt alles hetzelfde. Hoe kan dat? Volgens mij ging ik dat toen zeggen tegen jou of zo. Ik weet het echt niet meer hoe het is gegaan. Ja, en toen gingen we ineens naar... We spraken elkaar gewoon heel veel. Ja, en ook op Snap, de hele dag door. Maar toen gingen we ineens naar dat... Kliniek, ja. Nee, eerst was het nog, dat weet ik nog wel. Er was toen van Reinders, was er een sample sale. Toen was er een sample sale van Reinders en ik zou er toen heen gaan. Met een vriendin, maar dat ging niet door ofzo. En toen ging jij erheen met je moeder en toen zei je nog, ja, we kunnen je anders wel ophalen bij het station. Dat weet ik nog heel goed, maar toen was ik uiteindelijk niet gegaan. En toen daarna kwam dat kliniek. Toen was je nog die avond nog gegaan. Ja? Was dat niet een andere keer? En toen had je de bikini die je daarna toch lelijk vond. Ja, volgens mij was dat de laatste dag dat ik nog was gegaan met Charlotte overdag. Dat was het volgens mij. Maar toen had ik die bikini gekocht. Ja, toen gingen we nog de laatste dag inderdaad. Want toen zei ze van kom, we gaan gewoon. Misschien is er nog wat. Nootjes hadden ze er niet tussen. Nee. Beetje gekke smaaknootjes. Maar ik weet ook niet of het nootjes zijn. Ik denk het wel. Noot. Ja. Noot. Noot. Niet echt een juicy stelling, maar wat vinden jullie... Dat je vriend uitgaat zonder jou. Dat is toch helemaal dik prima. Dat kan gewoon. Ja. Kijk, toen ik 16 was, vond hij mocht het wel. Maar tuurlijk zit je dan wel op Snap te kijken van zie ik hem ergens voorbij komen. Maar nu als hij uit zou gaan, dan zou ik echt denken, ja, ik heb zeer gaan slapen. Omdat jullie al zo lang gaan, denk ik. Ja, hij is zelfs naar Albuvera geweest met zijn vrienden een week. Ja. Toen we een relatie hadden. Nee, maar ook als ik, ook andersom. Sommige jongens zeggen, ja, mijn vriendin gaat echt niet meer uit. Maar als ik een boeking heb, kan toch moeilijk... Dat hij altijd meegaat naar het draaien. Ja, dat is onmogelijk. Daarom. Ze moeten dat wel gewoon een soort van accepteren. Ja. Maar als dat ook niet kan, dan zit er ook iets niet goed. Dat je elkaar niet vertrouwt. Maar ik denk dat je daar vroeger meer jaloers om was. Toen je nog wat jonger was, 16 of zo. Dan dat je nu. Ik denk hoe ouder je wordt, hoe minder dat is. Ik vind huisfeest en festivals leuker dan echt zuipend in een club staan. Dus ik ga soms uit. Maar mijn vriendinnen gaan ook niet heel veel. We zitten vaker dan bij iemand thuis. Of in de zomer gaan we elk weekend naar bijvoorbeeld het strand, omdat daar feestjes zijn. Dan dat ik iedere week lam in de club sta. Op de grond liggen of zo. Ja, ik heb gewoon de clubs achter mij. Jimmy en Leidseplein. Dus dan ga je dan sneller. In Den Haag heb je gewoon niet echt leuke clubs. Als wij echt, echt leuk uit willen, dan moeten we naar Amsterdam. Dat is gewoon kut. Ja, dat is gewoon fair inderdaad. Ja. In Den Haag heb je wel... Clubs, maar dat is 1 keer in de 3 maanden leuk. Maar je hoeft er echt niet iedere week te komen, want dan is er geen reet aan. Wat is het gekste wat je hebt gedaan toen je dronken was? Toen Miel en ik naar Kos waren, toen waren we een avondje met z'n tweeën uit. En toen had ik zoveel gedronken. Ik kan het mezelf ook niet meer herinneren, hij heeft het verteld. Maar... Oh, met z'n tweeën? Ja. Maar hij wist het nog wel, maar ik weet het echt niet meer. Maar ik heb dus daar midden op Kos in de straat staan plassen, daar bij dat uitgaansgebied. Maar ik weet het echt oprecht niet meer. Oh wow. Maar dat is denk ik dan wel het gekste, midden op straat geplast. Ja, ik ben nooit helemaal aan drag geweest. Nee? Nee, ik hou daar echt niet van. Maar jij kan het ook niet tegenover geven, toch? Nee. Maar ik heb beter dus bang echt... met drank dus nou, dat vragen dus wel mensen van, drink je daarom niet veel? Maar dat is er niet eens. Nee? Nee, het is echt, ik heb er gewoon helemaal niks mee met dat zuipen om het zuipen en dat helemaal lam. Ja, ik weet niet. Heel vaak als ik dan ging draaien, ging ik niet drinken. Yeah. En mensen zeiden dan, ja, neem een shotje van tevoren, dan word je wat losser. Maar ik wou gewoon echt niet drinken, want dan was ik bang dat ik de controle kwijtraakte. En daarna ook niet, want ik vond dat een beetje ordinair om dan zeg maar helemaal lam te zijn. Als ik net had gedraaid. En dat is er denk ik ook gewoon een beetje in blijven hangen of zo. Wat is de reden waarom je voor het laatst hebt gehuild? En wanneer was dat? Bij mij was dat maandagavond. Dus ik ben heel bang in het donker in mijn eentje. En gewoon om alles, maar ieder geluidje of dat er
iemand is of zo, weet je gewoon alles. Mm-hmm. En toen moest ik heel hard huilen, omdat ik dacht dat er iets was. Maar een half uur later kwam Miel gelukkig thuis. Ja, maar ik heb dat ook heel erg. En toen moest ik ook heel hard huilen toen hij binnenkwam, omdat er gewoon eindelijk iemand was, zeg maar. Bij mij, even nadenken. Ik weet niet meer of dat de laatste keer was, maar ik zat er even helemaal doorheen gewoon. Gewoon allemaal met kut. Ja, met het draaien. Ik dacht, ik zie gewoon geen toekomst meer. Tuurlijk, er is een toekomst en komt ook allemaal weer goed. Maar echt met al die maatregelen, het wordt alleen maar erger, ja. Leek het. En toen wist ik gewoon eventjes ook niet wat ik wou en zo. Ja. Dus ik denk dat. Dat is echt irritant als je even niet weet wat je wil. En dat je ook gewoon voor je gevoel niet echt vooruit komt. Ja. Dus je gewoon geen... Je blijft maar op hetzelfde punt, zeg maar. Liever doodongelukkig en wel seks. Of mega gelukkig en geen seks. Mega gelukkig. Dat is gewoon seks. Logisch. Waarom zou je jezelf doodongelukkig willen zijn? Want dan kan je toch niet genieten van de seks. Ja. Als je doodongelukkig bent. Lijkt mij. Heeft Stijn al vieze dingen gedaan onder de DJ-boot? Nou, daar is wel een grappig verhaal over. Nee. Meedoen aan Temptation Island of X on the Beach? Jezus. Allebei echt gewoon niet. Nee, dan liever aan Love Island. Dat vind ik ook niet zo raar hoor. Nee, ik vind Love Island vind ik gewoon leuk. Kijk hoeveel kansen die mensen ook krijgen na Love Island. Als je mee gaat naar een Ex on the Beach, kan je echt geen normale baan meer krijgen. Mm-hmm. Ik weet niet waar Alex dan weer mee zou doen. Misschien omdat er van Temptation Island een nieuw seizoen is. Nieuwe soort op een andere manier wordt gedaan dan eerder Temptation, denk ik. Ik denk dat je na Temptation nog normaler eruit komt dan naar Ex on the Beach. Qua ja, dat sowieso. Baan kunnen krijgen, weet ik wat allemaal. Ex on the Beach is echt gewoon één grote ordinaire bende. Ik krijg die vraag zo vaak. Oké, nou, beantwoord hem dan maar. Oké, nou, ik krijg heel vaak de vraag van mensen die zeggen, ben je nog bevriend met Charlotte? Hebben jullie ruzie? Bla bla. Nou, voor alle mensen die lekker op haat uit zijn of hoe noem je dat? Sensatie, we hebben geen ruzie. Maar het is gewoon, Charlotte en ik zaten bij elkaar op de middelbare school. En toen kwamen we in hetzelfde vriendengroepje terecht. En toen die zomervakantie kregen we, in dat groepje kregen we ruzie. En toen ben ik nog wel met een ander meisje omgegaan, maar niet meer met Charlotte. Maar dat was ook de zomervakantie dat we naar MBO gingen. En Charlotte en ik hadden wel nog allebei dezelfde opleiding gekozen en we kwamen bij elkaar in de klas. Maar we hadden een ruzie die zomervakantie, maar we kwamen weer bij elkaar in de klas. Dus we dachten, ja, we moeten het wel weer goed maken, weet je. Ja. Dus nou, toen hadden we gewoon afgesproken en gewoon gepraat en toen was het echt wel weer heel gezellig. En we waren gewoon iedere dag samen met school en stage. En toen op stage verveelden we ons heel erg. Het hadden we dus vlot bedacht dat we een eigen kledingwebshop wilden, bla bla. Eind tweede was Char gestopt met de opleiding. Waardoor we elkaar ook veel minder zagen. Want ja, ik had gewoon wel nog school en stage 5 dagen in de week. En we hadden ook allebei onze eigen vrienden. En de reden dat we elkaar daarvoor zoveel zagen was gewoon omdat we samen school en stage hadden. Maar als dat wegvalt, dan zagen we elkaar daarbuiten eigenlijk niet zo heel veel. En toen kwamen we er ook steeds meer met vlot en zo. Dat we er allebei niet meer echt zin in hadden. En het kwam niet meer echt van allebei onze kant. En ik denk gewoon dat we heel erg... Ja, gewoon daar. Ja, dat. En we zijn altijd bevriend geweest omdat we of bij elkaar in de klas zaten of samen stage liepen. Maar we zijn nooit echt... Ja, tuurlijk, we deden buitenschool ook wel leuke dingen. Maar bijvoorbeeld... ik snap wel wat je bedoelt. Ben je echt klasgenoot? Ja, want bijvoorbeeld met een Zoe heb ik nooit in de klas gezeten. Dus ik was altijd al met haar bevriend buitenschool. En met Char was ik altijd bevriend op school. Dus ik denk gewoon dat we zo een beetje uit elkaar gegooid zijn. Mm. Maar er is dus geen haat of ruzie of wat dan ook. Geen juice. Nee. Ik zit eigenlijk al best wel vol hoor. Ik ook. Maar ik wil wel nog een hapje van dit. Ja, van die. Maar dat broodje is wel best wel vullend. Ja. Maar dat brood is gewoon heel dik ook. Ja, dit is gewoon, zijn gewoon 2 broodjes hoor. Jullie en je vriendinnen doen je leuker voor op social media terwijl jullie echt een bitch zijn. Nou, ik vind mezelf niet eens echt een bitch. Nou, jawel. Eigenlijk wel een beetje, maar... Nee. Wie zegt dat? Hemelgewel. Vind jij het normaal om je ex en zijn nieuwe vriendin te stalken terwijl je in een relatie zit? Nee. Ik vind stalken sowieso niet normaal. Mijn ex heeft ook geen vriendin, dus ik weet niet wie ik zou moeten stalken. Of überhaupt zou moeten stalken. Zijn jullie wel eens betrapt tijdens de daad? Ik nog nooit. Ik ook eigenlijk niet. Dat lijkt me ook heel erg. Ja, dat lijkt me ook heel erg. Zou je liever betrapt willen worden? Ik wist dat je dat ging vragen. Oh, ik dacht over betrapt willen worden. Nee, liever betrapt willen worden door je vader of door je moeder? Door mijn moeder. En liever betrapt willen worden door je ouders of door je broertje? Door mijn broertje.
Jij? Ik denk ook wel. Ook je broertje en ook je moeder. Ja, ik denk dat je met je moeder er uiteindelijk meer om kan lachen dan met je vader. Ja. En dit ook voor mijn vader echt een soort van trauma. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Oh. Maar dat lijkt me zo erg gewoon. Maar ja, ja, het lijkt me echt heel erg. Liever je beste vriendin betrappen of liever dat zij jou betrapt? Liever haar betrappen. Ik ook, denk ik. Er gaan dus wel eens gewoon van die verhalen dat gewoon jouw vriend vreemd gaat met je beste vriendinnen. Mm-hmm. Hoe erg zou dat gewoon zijn? Dat is gewoon niet normaal. Ja, ik ken wel iemand bij wie dat is gebeurd, maar dat is dan toch erg? Op wie zou je bozer zijn? Ik denk op mijn beste vriendin. Ik ook. Omdat, ik weet niet, die ken je toch langer. En toch andere band of zo die je met elkaar hebt. Ik zou daar ook boos op zijn. Want bij die jongen kan je dan gewoon zeggen, snel van oké, het is klaar. Maar vriendschap zomaar opzeggen is toch wel heftig ook, denk ik. Ja. Als het echt een lange vriendin is of zo, weet je. Ja, stel het is echt gewoon je beste vriendin van vroeger. Ook toen ik dat vind, dat was hij echt heel erg leuk met mijn vriendinnen. En dan, ja. Maar dacht ik je daar over na? Nee, geen seconde gewoon. Het lijkt gewoon alsof dat niet kan. Mm-hmm. Mijn vriendinnengroep valt allemaal op hele andere soort typen. Mijne ook. Hebben jullie een geheim talent dat echt niemand weet? Nou, ik ben niet zo talentvol eigenlijk. Een geheim talent? Ja, maar wat is een talent? Kan je... ja, jij kan wel zingen, maar... Zingen? Jij kan wel zingen, maar ik weet niet of veel mensen dat weten. Ja, het is niet geheim. Het staat wel op mijn Insta. Maar het is niet dat het heel duidelijk naar voren komt als we van nee, het is ook niet. Ik doe er ook niet echt wat mee. Nee. Maar eerst, dat wou ik echt voordat ik ging draaien een beetje doen. Dat zingen? Ja, maar toen kwam draaien. Toen vond ik dat veel leuker. Hoe ben je dat eigenlijk gaan doen? Draaien? Mm-hmm. Ik vond het dus altijd heel vet al. En toen zei ik al, ja, ik word later DJ. Terwijl ik deed er helemaal niks mee gewoon. Toen zei mijn vader ineens, ja, jij wilt toch zo per se DJ worden? Want hij zei ook al, ja, als jij dat wou, dan zat je nu op je kamer te oefenen. Hij zegt, als dan je dit bent, ja. Dus toen zei hij van, jij wilt toch zo graag? Nou, hier heb je een koptelefoon. Ga maar naar de studio. Boek maar. Dus, hij had voor mij een koptelefoon gekocht als cadeautje. En toen een vriend van mij die draaide al een beetje. En hij had mij toen zeg maar de basis geleerd. En toen ik één keertje daar was. Toen was ik gewoon zo verliefd meteen. Toen wou ik gewoon niet meer stoppen. En het ging ook meteen goed. Ja, toen had ik al best wel snel mijn eerste boeking. En vanaf die eerste boeking ging het gewoon echt heel snel. Want hoe lang ben je bezig? Anderhalf jaar of zo? Nou, voor corona. 5 mei of zo. Ja. Nu anderhalf jaar zoiets. Ja, maar ja, nu dit jaar heb ik natuurlijk echt een jaar niet gedaan. Ja, wel geoefend, maar niet geen boeking. Het lijkt me zo raar nu weer om gewoon de club voor mensen te draaien. Ik had ook met Oud en Nieuw die livestream en ik was zo zenuwachtig. Ja, ik zat ook laatste denk je, stel dat je weer met al je vrienden op een festival staat. Een heerlijk gevoel. Ja. Zou dat zijn? Ik denk echt dat je oprecht van elke seconde zou genieten. Gewoon ook met uitgaan. Terwijl, ook al hou ik niet eens echt van uitgaan. Zoals ik heb nu wel zin om gewoon even ergens naar een feest te gaan of zo. Ja, ik had dat dus echt bij die livestream omdat ik weer moest draaien. Dat voelde zo raar. Ja. Maar het was dus voor niemand. Nou ja, voor camera. Maar ja. Ja, het was echt. Ik was weer zo zenuwachtig gewoon. Zit er nog één leuke afsluiting? Ja, jij mag er eentje uit. Klap erbij. Oh jeetje. Ja, dit wil ik dus eigenlijk wel vertellen, maar ook weer niet gewoon. Nou, het is op zich wel grappig. Heb jij dat? Ja, denk ik wel. Een gênante seksblunder. We hebben één keer gehad dat we... Soms wil je toch zeg maar... Dan lig je bijvoorbeeld onder en wil je naar boven, dus dan maak je toch een draai. Mm-hmm. Dus nou, dat wilden we doen, maar we zaten al te ver op het bed, dus we vielen van het bed af. Echt gewoon op de grond. Ja. Maar er was nog in zijn oude kamer en er lag geen kleed of zo. Zijn bed was best wel hoog. Dus toen donderden we opeens met deken al op de grond. Ga je dan niet helemaal stuk gaan? Maar we dachten dat we echt nog best wel een groot stuk hadden om een keertje om te draaien, zeg maar. Maar dat was niet zo. Ja, wij waren dus in een ander land, in een hele grote douche, in een hotel. En toen was die douche kapot. En het was echt gewoon afgebroken, dat stuk. Dus ja... En ga dan maar uitleggen aan het hotel. Ja, dat dus, precies. Mij lijkt het dus zo erg als je in bad seks hebt of zo en gaat vacuüm zuigen.
Ja, maar zo erg. Maar kan dat gewoon echt? Ja, dat kan. Ik heb het een keertje gehoord. Dat iemand naar het ziekenhuis moest, hè? Daarvoor, ja. Dat ze mensen hadden gebeld om hun, zeg maar, los te komen maken. Stel, je zit gewoon zo in elkaar vast. Ja, man, kan je even komen, hè? Je zit in elkaar vast. Dat is toch bier. Maar dat lijkt me... Oh, nee, maar dat lijkt me echt heel eng gewoon. Maar dan zit ik te denken van, kan je het dan ook weer niet zelf op een of andere manier loskrijgen? Als je gewoon heel erg gaat bewegen, dan moet er toch wel ergens zoveel lucht tussen komen. Toch? Denk mij. Zou ik ook denken, als je er gewoon uitgaat. Ja. Wij zitten vol. We hopen dat de vragen juicy genoeg waren. Ik vond ze best wel juicy. Ik vond ze ook best wel juicy. Kijk ook eens op Steiner kanaal, want daar zit ook video online. Daar gingen we ons klaarmaken. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. En doei. Doei.